Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 18 van de Eredivisie en gaan we speelronde 19 voorspellen. In speelronde 18 won FC Emmen met 1-0 van PSV. Sparta speelde 0-0 gelijk tegen RKC. Go Ahead ging met 1-4 onderuit tegen AZ. Vitesse tegen FC Twente werd 2-2. Fortuna won met 2-0 van Heerenveen. FC Utrecht won met 1-0 van Excelsior. In de Kuip werd het 2-0 voor Feyenoord tegen NEC. FC Groningen verloor van Cambuur met 0-1. En Ajax speelde weer gelijk, dit keer tegen Volendam met 1-1. Dit is op het moment de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 41 punten, dan komt AZ met 39 punten. PSV staat derde met 35 punten, ook FC Twente heeft 35 punten. Ajax op de vijfde plek met 34 punten. Dan komt Sparta op de zesde plek met 32 punten. FC Utrecht heeft 29 punten. Heerenveen staat achtste met 27 punten, dan komt NEC met 22 punten. Zowel Go Ahead, RKC, Fortuna als Excelsior hebben 19 punten, dus in die regio dus erg spannend. Vitesse staat 14e met 16 punten, dan komt FC Emmen op de 15e plek met 15 punten. Volendam is een stukje omhoog gekropen en heeft 13 punten, staat op de 16e plaats. Cambuur is van de laatste plaats af, die heeft wel 12 punten, net als FC Groningen, die dus voor het eerst volgens mij ooit, dat ik me kan herinneren, onderaan staat, dat met 12 punten. De weekwinnaar was deze week Jurgen, gefeliciteerd, die had echt wel veruit het meeste punten. Ik sta zelf nog steeds bovenaan met 152 punten, dan komt Jurgen met 148 punten, Joey staat derde met 145 punten, dan komen Colino en Lars met 144 punten, Sven en Luc op de zesde plaats met 143 punten en Stan staat achtste met 142 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. En dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen in speelronde 19. Aanstaande zaterdag begint die speelronde alweer. PSV ontvangt Go Ahead Eagles. RKC moet thuis in Waalwijk tegen FC Emmen. NEC moet tegen Sparta. Heerenveen speelt in het Abelenstra Stadion tegen Vitesse. AZ moet thuis tegen FC Utrecht. FC Twente ontvangt Feyenoord. Excelsior moet thuis op Woudestein tegen Ajax. Volendam moet thuis tegen FC Groningen. Weer een degradatiekraker. En over degradatie gesproken, Cambuur moet thuis in Leeuwarden tegen Fortuna Sittard. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos!